Hallo iedereen, welkom bij alweer een nieuwe vlog. Wij gaan de moestuin uitbreiden. Er komt ook een bloemenpluktuin. En jullie hebben daar vast al eens mee over horen spreken, over onze plannen hiermee. We zijn vandaag dus naar een, een bouwhandel geweest. En zijn we prijs gaan vragen van betonplaten om dit te maken. En het viel eigenlijk super goed mee. Ik had het allemaal veel duurder verwacht, dus dat is altijd leuk. En nu gaan we dus uitmeten hier hoe groot, hoeveel we nodig hebben. En dan kunnen we uitrekenen hoeveel het mij exact gaat kosten. Dus zullen jullie wel weer zien in onze video's hoe dat het allemaal loopt. Dus. Gelijk met dit, hè. Gelijk met dit, hè. Ja. Dus en hier? Is dat hier ook een betonstaat? Ja, hè. Oh, hier is het. Gaan we dan, dus twee platen achter elkaar. Dus. Ja. En de laatste paar weken kreeg ik nogal regelmatig de vraag wat te doen met pompoenen die explosief groeien. Hier zien jullie mijn pompoenenveld, daartussendoor staat nog maïs. En wat moet ik ervan zeggen? Het leidt een beetje zijn eigen leven. Pompoenen maken zo van die hele lange tentakels, zal ik maar zeggen. En die klemmen zich zo overal aan vast. Die hebben allemaal zo van die lintjes aan zich hangen. En dat zijn zojuist armpjes die zich overal aan vast krullen. Je mag een pompoen perfect bijsnoeien op de plaatsen dat ze niet gewenst zijn. Natuurlijk probeer je ze zoveel mogelijk te leiden. Omdat hoe meer dat je de plant laat groeien, hoe meer vruchten je er natuurlijk aan krijgt. Want ze maken dan weer overal verder bloemetjes en zo. Maar je mag het dus perfect doen. Hier heb ik nu bijvoorbeeld zo'n tentakel. Het kan heel goed zijn dat dit een stuk is van de plant die helemaal daarachter staat. Hier zitten overal bloemetjes aan. En dit zijn die tentakels waar ik het over had. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien van deze afstand. En wat ik kan doen is ik kan hem hier afknippen en klaar. Maar ik kies er dan voor om hem dan zo te leiden door mijn paden. En dan wandel ik er wel gewoon tussen. Maar op sommige stukken zoals hier staan bloemen. En ja, hier heb ik eigenlijk allemaal bloemen staan. Daar mag die niet komen. Dan snij je hem eigenlijk gewoon op die plaats af. Met een proper mesje of een snoeischaartje. En dan gaat de plant het ook perfect overleven. Dat is zeker geen probleem. En nu zal ik jullie het eens van dichterbij laten zien. Dit zijn die tentakels waar ik het over heb. En hier zie je allemaal een begin van een bloem. En dat knip je dus weg. Dus dat is jammer. Maar als je je plant goed leidt, dan is er meer dan genoeg plant en zul je echt wel genoeg pompoen hebben. Dus daar moet je je zeker geen zorgen over maken. Ding! Ding! De poesie, ik zei er nooit geen alcohol. Jammer zeg ik. Het is niet waar dat hij dat niet meer een halve fles woest hier op. Kringloop geweest en ik heb van die potten allemaal gekocht die ik ga gebruiken voor mijn vaasjes. En voor Nini heb ik nog een leuk ding gevonden, een soort jeansjurkje eigenlijk. Ja, kost geen geld en het is eigenlijk al echt heel leuk. Ik was eerst naar de kringloop geweest, omdat als daar leuke dingen zijn, ja, is natuurlijk allemaal een pak goedkoper dan in de winkel. Sommigen wel. Ik vind dat ze veel vragen naar Vanant dat zij het gratis krijgen. Snap je? Zo dingen als kleren, snap je nog dat zij dan moeten sorteren en toestanden. Maar zoals dit, daar hoeven zij toch niks aan te veranderen. Vind ik wel een beetje. Oh ja, goed. Ja, voor bloemen vind ik het fijn als de hals niet te groot is. Omdat anders valt die boeket altijd zo uiteen. En die is toch groot, waardoor het dan zo een ander effect heeft dan in een kleine vaas. En dan deze flesjes, die waren ook echt heel goedkoop. Wat was het, 25 cent of zo? Ja, daar kun je niet heel veel inzetten, maar gewoon zo van die reukenertjes of latirius zoals ze dat noemen. Dan heb je toch mooi volume van boven als je er dan zo op tafel hebt staan. Staat toch leuk? Ik heb juist mijn eerste bloemkool van dit jaar geoogst. Ik ben echt zo tevreden. Kijk eens hoe groot. En ik heb er nog 4 staan. Maar ik probeer altijd alles zo vers mogelijk uit de tuin te gebruiken. Dus dit eten we vanavond.
Au. Ja, wat is dat toch? Je kijkt niet wat geloofd. Ja. Kijk eens, mama. Vaak, ja. Dat is zo rustig omdat de aaien waren. Ja! Kom maar. Wij waren, ja, het is onze date night. Mama en mijn pluspapa Kurt die letten op Lenietje. En we gaan poelen, noemt dat? Snoekeren. Ah, snoekeren. We zijn gaan snoekeren. Maar het was zo een, hoe noem ik dat al een netjes woord? Geknoei. Ja. Het lukte van geen kant, hè. En we zijn allebei eigenlijk stikpot, want we zijn ook al van alles gaan doen met mama en Kurt vandaag. Dus, ook al hebben we thuis eigenlijk gegeten, jammer. Zijn wij even McDrive gaan doen. Want ik val gewoon bijna aan het slaap waar ik zit. Het is echt gewoon even rustig. En bij deze ga ik. Bij deze ga ik op camera vastleggen. Oei. Dat ik ga afvallen. Want door mijn medicatie die ik moet pakken voor mijn buik en voor mijn. Syndroom, daar kom ik van bij, omdat ik daar dus heel veel honger van krijg. Maar ik ga proberen om dan alleen maar dingen te eten die goed zijn. Als ik op camera vastleg, ga ik dat misschien volhouden. En dat is een soort van verplichting, maar nu heb ik het gezegd. Dus dit is mijn laatste McDonald's voorlopig. Voorlopig. Dit is... Dit wordt de poging. Ja, het zijn paardjes, hè? Ik vroeg mij laatst af als jullie het eigenlijk niet vervelend vonden dat ik het zo vaak over de moestuin heb. Want ik denk dat de meeste mensen mij zijn beginnen volgen vanwege de diertjes. En ik dacht van ja, misschien is dat niet zo leuk voor hen dat ik nu zoveel deel over de moestuin. Ik zou eens heel graag jullie mening erover willen. Kijk, schat, kijk. Komt een blaadje pikken. Ik heb daar wel een goede reden voor waarom dat ik minder over de dieren ben gaan delen. Iemand die mij al langer volgt, die weet, ik had een hele grote groep kippen. En dat was echt gewoon mijn plek, hè. Maakt niet uit wat er die dag was gebeurd. Als ik bij mijn kippen kon gaan zitten, was alles prima. En toen heeft eigenlijk een familie Buizert eigenlijk, zag in één keer mijn heilig plekje als een soort van wandelend buffet. En op echt enkele weken tijd ben ik echt gewoon meer dan 50, 60 kippen verloren door die familie Buizert. En dat heeft zo een diepe stempel op mijn hart gedrukt, echt waar. Ik kan mij bijvoorbeeld nu ook heel moeilijk hechten aan een van de dieren, omdat ik ze altijd in mijn achterhoofd heb van het kan straks gedaan zijn. Ja, dus daarom dat ik misschien ook wat meer in de moestuin ben beginnen gaan, omdat als een plant doodgaat, ja, daar gaat niet zoveel gemengd met bepaalde gevoelens. Dat is jammer, maar daar houdt het ook bij op. Maar als je een dier verliest, ja, ik hoef jullie dat vast niet uit te leggen. Dat is zo pijnlijk. En ik ben er dan zoveel verloren op korte tijd. En ik stond zo machteloos er tegenover. Ik kan dat niet beschrijven wat dat met mij gedaan heeft. Dat heeft mij echt gewoon op een plek geraakt dat ik niet wist dat dat mogelijk was. Echt heel veel vanaf gezien. Ik heb nog altijd diertjes. Ik ben nog altijd busy. Ik ben nog altijd bezig met diertjes. En in de toekomst wil ik dat ook blijven doen. Ik ga daar gewoon mijn weg in vinden. En ik weet echt nog niet wat ik wil.
Maar daar zal ik samen met jullie wel achterkomen wat ik wil. En ik blijf mij gewoon inzetten voor hun. En we zien wel waar het leidt, hè? Wat we allemaal nog gaan verwezenlijken. En ik hoor jullie niet zeggen, ja, gooi er dan gewoon een net over. In mijn ogen kan een kip niet gelukkig zijn in een kleine ren. Dat kan in mijn ogen niet. Een kip hoort te scharrelen en niet altijd op één en dezelfde plaats. Onze wei waar ze nu op lopen is 1000 vierkante meter groot. Dat zijn zij gewend. Dat is altijd al hun stuk geweest. Hier staat het vol met fruitbomen, vol met struiken. Als ik dit ooit zou willen afzetten met een net, dan zou ik hun heel moeten beperken in de ruimte. En dan stel ik mezelf de vraag, wat is beter? Een kort, maar een vrij leven of een lang en een gevangen leven? En die keus was voor mij snel gemaakt. Dan heb ik liever dat mijn dieren de vrijheid hebben en dat dan de pech dat een roofvogel langskomt en hun dan neemt. Dan dat ik zeg van, ik sluit ze allemaal op en ze worden nog ongelukkig lang oud. Als jullie mij begrijpen. Wat? Wie is er juist in bad geweest? Nu heb ik een helpertje in de moestuin. Vriendje. Ik noem hem al hem, want ik denk dat het een haantje is. Ik ben nog snel de plantjes in de grond aan het zetten die ik een tijd terug heb gezaaid. Het is alweer bijna donker. Dus een beetje gas geven, hè. Dan kan jij een beetje scharrelen. Zijn alle mannen zo? Iedere keer als ik in de voormiddag moet werken... Ja, Chatty, ik zie ze. Iedere keer als ik in de voormiddag moet werken en Nini is dus, Christian die haalt Nini dan uit bed, dan ben ik al weg. En ik leg geen kleren aan, dan laat hij die gewoon de hele tijd in haar pyjama rondlopen. Allee. Hoe moeilijk kan het in hemelsnaam zijn om dat kind kleren aan te doen? En iedere keer als ik kleren klaarleg, dan doet hij ze wel aan. En als ik dan eens vergeet kleren klaar te leggen, dan is het alsof hij niet weet waar dat kind zijn kleren liggen, haar kleren liggen. Ongelooflijk. Zijn iedere man zo of is het echt die van mij? Ik heb op de markt super mooie roosjes gekregen van mijn pluspapa. En ik dacht, ik mag er zo één kiezen of zo. Nee, hij heeft mij gewoon echt van alle kleuren één gekocht. Echt super mooi. Zoveel aardbeien, Nini. Ga je ze opeten? En? Lekker? Ja. Oh, lekker. Wat is die? Jij bent toch echt ongelooflijk. Wat ga je nu in hemelsnaam doen? Is die? Dat is toch niet ongelooflijk. Wat hebben we juist gepakt? Bloemen. Nee, wat hebben we juist uit de grond getrokken? Ja, bloemen. Ook bloemen, ja. Maar wat nog? Wat heb je in je mandje liggen? Appel. Aardappel? Ja. Laat het eens kijken. Oh, heeft Nini die gevonden? Ja, mama. Ja, met mij, hè? Ja. Ben ik blij dat wij op tijd binnen zijn. Oh mijn god. Nu gaat Nini de aardappeltjes wassen, hè? Ja, die. Ja, ze zijn nog vies. Dit is het boeketje geworden. Die ik heb gemaakt met Nini. De vaas komt van de kringloop. En bloemen uit de tuin. Jongens. Ik ben zo moe. Ik ben zo gestrest geweest deze afgelopen paar uren. Ik wil eens heel graag terug gaan bakken. En daar horen mooie taarten bij. En dat is altijd al een droom van mij geweest om die te kunnen maken. En vandaag heb ik dat gewoon aangedurfd. Ik heb mij zo... materiaal gekocht voor taarten fatsoenlijk te kunnen versieren. Allee ja, zo mooi te maken aan de buitenkant. Gewoon niet van die sprinkeltjes, gewoon echt glad trekken en zo. En ik zal jullie nu het resultaat meedelen. Echt, als ik er niet aan terugdenk, moet ik lachen. Maar echt, mijn hoofd dat was gewoon op hol geslagen met alles van ik mag het niet verknallen, ik mag het niet verknallen. Dus ik ga de vlog hier afsluiten. Ik moet nog heel de bende gaan opruimen. En dan... Oeh, hier kruipt een beestje. En dan... ik weet niet. Ik denk niet veel meer. Dus ik zie jullie hopelijk terug in een volgende video. En tot volgende week. Doei!